Ja, dat gebeurt nou wel. Ja, dat was echt. Deze hunnenbedden, hè? Ja. Nou. Ja, ze zijn ook 3000, 4000 jaar. Maar de kunst bij de als je daarheen gaat, dan kun je bij de VVV al terecht. Dus ja, dat is afscheid van de dag, zeg maar. Ja. Ja, 10, 15 kilometer van de kust. Hoe vaak bent u in Nederland? Vaker in Nederland. En ik krijg je de kogels van de kust. Nee, wist jij helemaal. Nee, dat is wel een elke week gaan doen. Er zit er wel aan de achterkant. Het is tamelijk fysiek, hè? Ja. Dus ja, vind ik lekker om zo bezig te zijn. Dan doe ik een uurtje en dan hou ik weer op. Ik weet van tevoren ook eigenlijk nooit wat het wordt. Ja, maar wat een lekker hitte warm. Ja, doe maar wel even roepen. Echt een koude geek. Ja, goed lekker. Goed echt van lekker benieuwd. Ja, jongen, lekker hitte. Ik heb een ding nog in de spijderijopleiding geleerd. Maar dit is verassend. Nee. Wat zit je vroeger? Dat is gewoon nou zo lang. Ik zit hier gewoon een vijas. Precies, die zie je er. Hier hoor ik. Ik ben dus in het voorportaal van de tempel. En dan hebben we dan naast de troon het heilige der heiligen, het tegen bij het vuur. En dan mag dan eigenlijk alleen de hoge priester komen, maar... Ja, dat mag je wel vooruit mee. Daar hebben we nog stingen. Al wat spelerij. Het hart van de spelerij van de Zulkensjongen, dat is in 1800. En dat had ooit die verven stingen. Die aardappen. En hier ben je net nog spelen. En je hebt samen een moes, hè? Ja. Dat is heel mooi. Ja. Nou, dat is heel mooi.
zo jammer, omdat er gewoon ontzettend veel vrouwen dieren krijgen. En een hart. Maar hoe noem je die dan? Dat staartje? Je zegt met een hart de vorm? Ja, maar ik vond het gewoon. Ja, ik heb het zo gemaakt dat de vorm niet is zoals die altijd is. Maar meer binnen dan de stier bijna leven. Nee, hier is u staan. En het is echt de cirkel van het leven. Eerst het stiert over en in de maart dan begint het wat te groeien en te bloeien. En die blauwe been, dat die eigenlijk echt een postzegel, maar zo'n blauwe been.